gaan we nu naar Lochem, waar Aziz en Fatima lekker aan het trainen zijn. Leven, laatste, top, laatste. Bam, bam. Het is wel takken zwaar wat jij aan het doen bent. Hey. Wat is wel leuk. En wat is er nou zo leuk aan? Ja, je sport en je maakt je hoofd rustig en je kan gewoon slaan. Boom, op, onder, boom, heel mooi. Ik ben sportdocent geweest. Haar doel was heel specifiek en waar ik in principe niks aan kon doen, heb ik ook eerlijk gezegd. En dan bedoel je specifiek bij drugsgebruik? Juist, specifiek bij drugsgebruik en dat gaat nu tot nu toe heel goed. En omschrijf jij nou eens, waar moet een maatje voor haar, bij haar aan voldoen? Hij moet natuurlijk niet helemaal top niveau zijn, mm-hmm. maar ook niet helemaal begin. Nee, het moet gewoon haar niveau een beetje, de basis goed kunnen, haar begrijpen. Achtergrond ook moeten kunnen begrijpen. 2, 3, 4, 5 en onder. I'm only human after all, don't put your blame on me. Want dit hing hier als sier, maar het lijkt me zo leuk om te gebruiken zelf. Want dan durf ik wel met jou te sparren. Nou, dat zou ik niet aandurven. Hoe oud ben je nu? 24. En hoe oud was jij dat je niet meer thuis kon wonen dan? Toen was ik 10 of 12 al. Een jong meisje. En waarom moest je weg dan? Weet je dat? Mijn ouders waren gescheiden en het ging niet goed. En bij mij thuis ging het ook alleen maar slechter. Dus je moest ergens anders wonen. En dan kom je op zo'n groep. En hoe is dat dan, als je op die leeftijd... Dat is in één keer even wennen. Je krijgt in één keer een klap. Je ouders verlaten je op dat moment. En dan zit je daar in je uppie en je kent daar niemand. Niet leuk. En wat voor plek had je dan moeten zitten? Gewoon op mijn eigen, zonder jongeren om me heen. Gewoon rustig? Ja. Dat is belangrijk voor jou? Ja. Ja. Zoals nu heb ik die rust ook niet bij mij. En iedere keer als ik problemen heb, kom ik er bijna Aziz. Aziz is niet alleen maar je trainer, hè? Is gewoon een goede vriend voor mij doende. Ja. Ja, besef je dat? Hoeveel je betekent dan voor een ander? Ja, dat is mijn werk. Ik doe het in mijn werk. Ik doe dat liefde. En ik zie niet als werk. Ik bedoel, sport is... Je bent niet als sportman... daar kies je niet voor. Nee. Je bent of geboren sportman, of niet. En als je iemand kan helpen door middel van sport... Ja, is het mooiste wat er is. Nee. En is het dan je werk om haar ook op het station af te zetten? Nee, het is mijn werk om haar een goed gevoel te geven. Het is mijn werk om haar... veilig thuis te brengen. Het is mijn werk om haar een doel met haar te bereiken. Als dat erbij hoort, om haar naar het station te brengen... Dan hoort het erbij. De hulpvraag was heel duidelijk, help me van de drugs af. En toen keek ik haar aan en dacht ik, oké. Maar je weet dat ik een sportdocent ben. Ja, dat weten ze allemaal, et cetera. En toen ben ik gaan nadenken van, oké, hoe kan dat? Nog een keer een gesprek aangehad. Maar oké, ik kan dat doen, maar met de hulp van de groep. Dus contact met de groep gehad. Nou, dit is wat ze wil, dit is wat ze moet doen. En ze luistert gelukkig heel erg goed naar mij. En vanaf 8 december vorig jaar clean... Tot nu toe dus. Knap hoor. Geen volhouden, hè? Lekker doen, maar lekker sporten. Sparringsmaatje gezocht. Hoi. Tik, 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 tik. Dat is wel heel mooi. Nou, dus als er een sparringsmaatje komt, dan kun je altijd zeggen, doe deze maar aan. Dan kun je gewoon je halve lichaam even bij haar gaan. Don't put your blame on me.